Een andere vorm is de ruggenprik. Hier zijn twee soorten van. Bij de spinale ruggenprik wordt het onderlichaam vanaf de buik tot de tenen volledig verdoofd. U kunt de benen dan niet bewegen en u voelt niets. De spinale ruggenprik is na twee uur uitgewerkt. Deze ruggenprik kan gedaan worden bij operaties aan de benen of de onderbuik die maximaal twee uur duren. De ruggenprik wordt op de operatiekamer geplaatst nadat u het infuus heeft gekregen. De ruggenprik gebeurt met een dun naaltje. De verdoving werkt al na enkele minuten. Tijdens de operatie bent u wakker. U kunt de operatie niet zien, omdat dit achter de doeken gebeurt. Als u bang bent, kunt u meestal tijdens de operatie medicijnen krijgen waarvan u licht gaat slapen. Bespreek dit tijdens het polykliniekgesprek of voor de operatie. De andere ruggenprik is een prik waarbij we in de rug een slangetje plaatsen om tijdens en vooral ook na de operatie de eerste dagen pijnstillers te geven. Dit heet een epiduraal. Via het slangetje geven we u pijnstillers die met name werken op de plek waar u geopereerd wordt. Door de verdoving voelt u minder pijn na de operatie. U kunt hiermee wel de benen bewegen en u kunt op het slangetje liggen. Zolang u dit slangetje heeft, komt er iedere dag iemand van de anesthesie langs om te kijken of hij voldoende werkt. Veel mensen vinden een ruggenprik eng en zien hier tegenop. Het merendeel vindt achteraf dat het meevalt. Een risico van een ruggenprik kan zijn dat de verdoving onvoldoende werkt. Dit testen we voor de ingreep. Werkt het niet genoeg, dan krijgt u medicijnen via het infuus erbij. Mensen zijn bang dat ze verlamd raken na een ruggenprik. Gelukkig is de kans hierop erg klein.